Via een replica van een oud tramstation uit Gorssel kom je binnen bij de stoom- en dieseldagen 2017 van de stoomtrein Katwijk-Leiden. Je stapt als het ware terug in de tijd. Je belandt onmiddellijk in de activiteiten van het zware materieel, wat helemaal inzetbaar is gemaakt door liefhebbers en vrijwilligers. Natuurlijk zijn er schitterend gerestaureerde stoomlocomotieven waarbij je bang bent om op het glimmend gepoetste koper vingerafdrukken te maken. Maar eigenlijk draait alles om kinderen, van alle formaten en leeftijden. Iedereen raakt gefascineerd door de geheimzinnige kracht die stoom heet. Kleine jongetjes en meisjes stappen in een miniatuurtreintje dat helemaal echt op stoom rijdt en ook nog met kolen wordt gestookt. Er is veel dieselapparatuur, onder andere motorlieren. Er zijn kassen volgens authentiek ontwerp gebouwd, met een houten frame, gebruikmakend van oud origineel glas. De planten en tomaten die er worden gekweekt, werden in het verleden ook zo geteeld en via smalspoor naar platbodembootjes gebracht. Het staat in de planning om dit ook te gaan maken. In het binnenmuseum is de drukte van belang, met modelspoortreinen en stoommachines die veelal door de eigenaren zelf zijn gebouwd. Voor de kinderen is het allerleukste dat ze dichtbij kunnen komen en vaak ook de spullen aan mogen raken. Goed zo. Om 2:00 in de middag is er een parade van het belangrijkste materieel wat langs komt rijden.
stop naar de Bodega Rijder. Deze Rijder van de Rijder de Bodega Rijder. Ik ben van de jaren 10e. Wij rijden op hun eigen terrein. Er zijn meer landvoerder geweest in Nederland die hetzelfde vervoer hadden als Rolderhuis.